Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van QN Studio Sport. Het is vandaag zondag 18 april en natuurlijk hebben we weer een hoop aan. Zowel vooral buitenlands sportnieuws en wat betreft het binnenlands gedeelte staat het allemaal een beetje stil wat betreft de sport in Suriname. Maar ja, het leven gaat gewoon door en we moeten alles toch een beetje blijven behandelen. Zo straks zit ik hier met mijn collega Quaraishina Gissef Singh in de studio en we gaan het zo'n beetje hebben over de diverse omstandigheden omtrent de sport in Suriname, over Nacho, de kwestie van de nieuwe aanvoerder van de nationale selectie, Ryan Donk. En voor wat betreft het buitenlands gedeelte behandelen wij Formule 1 natuurlijk, want wij hebben de GP van Emilia Romagna gehad. We hebben de MotoGP van Portugal gehad. En we hebben ook in de UFC een heel interessant gevecht gehad tussen twee oud-kampioenen, Robert Whittaker en Kelvin Gastelum. Wat betreft Nederland, geen eredivisie voetbal, wel de KNVB bekerfinale. Ajax die nam het daarin op tegen Vitesse. We kijken zo wat het is geworden. En wat betreft Bundesliga, wel gewoon competitie. Wolfsburg kreeg op bezoek het machtige Bayern München. En de Premier League brengt ons naar wedstrijden tussen Tottenham en Everton. En Manchester United, de nummer 2 van de competitie, nam het op tegen Burnley. Paris Saint-Germain die doet het nog steeds goed in de Ligue 1. Zij kwamen uit tegen Saint-Étienne. En in Italië had men twee toppers. Te weten Atalanta tegen Juventus. En Napoli die nam het op tegen de koploper Internazionale. Wat betreft Spanje. Zowel La Liga voetbal. Want Real Madrid en Atletico Madrid die weten beide dat ze geen punten mogen laten liggen. Zij kwamen in actie. Zo kwam Atletico Madrid uit tegen Eibar. Real Madrid die kwam uit tegen het lastige Getafe en Barcelona die kwam uit tegen Atletico Bilbao in de Copa del Rey finale. We gaan even kijken of Barcelona haar eerste prijs van het seizoen binnen heeft. Natuurlijk ook NBA top 10 en we gaan natuurlijk ook even rustig praten over andere items die deze week ons gepasseerd hebben. Tot zo. Motorolie, ontwikkeld met HU Systems technologie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de Go-To Service Station Shops en bij Total Autocare. Kuldeep Singh is altijd op zoek naar de beste producten. Zoals accessoires voor badkamer, toilet en keuken. Kies daarom voor Ferro. Spoelbakken, kranen en badkameraccessoires met een aantrekkelijk, origineel en modern design. Ferro, gecertificeerd en van hoge kwaliteit. Kuldeep Singh for quality. Check snel onze website kuldeepsingh.net. Verkrijgbaar in alle goed gesorteerde bouwmaterialenzaken en de Kuldeep Singh winkels. Self-winding mechanical chronograph.
Swiss watchmaking excellence. Independence is a state of mind. Parsifal, Raymond Weil, Genève. Verzekerd zijn van hoop en liefde. Wij herinneren u eraan dat het leven gewoon doorgaat, ondanks de uitdagingen die wij dagelijks doorstaan. Verlies niet uit het oog wie altijd voor u klaarstaat en op u altijd kunt rekenen. Samen met u dragen wij een steentje bij aan de ontwikkeling van onze toekomst door te blijven geloven, hard te werken, lief te hebben, maar vooral goed voor u en uw omgeving te zorgen. Blijf de regels en richtlijnen volgen en bescherm daarmee uw geliefden, ook al kunt u niet samen of bij elkaar zijn. Wij assisteren u ook in deze periode met al uw verzekeringszaken en uw vragen hierover. Neem contact op met ons via de welbekende kanalen. Ook in deze onzekere tijd garanderen wij de zekerheid van de beste zorg en dienstverlening. Assuria, zeker is zeker. Welkom terug bij mij in de studio, mijn collega Quaraishi Nagesa Singh. Koesje, goedenavond. Goedenavond, Rashid. Als het bij jou? Gaat rustig, het is de Ramadan, dus we hebben alle reden om ons te bezinnen de komende periode. En het, niemand, een beetje, het geldt ook voor jou. En het een beetje rustig aan te doen natuurlijk. Zeker, het is de heilige maand bij de moslimbroers en zusters. Ja. En dan beleef je het ook zo. Natuurlijk. Je ervaart het ook altijd toch speciaal. Zeker, absoluut ervaar ik het speciaal, Koesje. Net als wat je zegt, het is een maand van bezinning. Het vasten maakt je ook sterker als mens. En ja, wij als QN Sport wensen natuurlijk altijd de beste wensen aan de gemeenschap toe. Hen die vasten, maar ook hen die niet kunnen vasten of vasten op hun eigen manier. Een gezegende Ramadan. We gaan verder, want alles wat de sport betreft staat in Suriname wel weer stil. En Koesje, dat is natuurlijk niet goed voor de ontwikkeling van de sport in Suriname. Ja, dus het is, klopt wat je zegt, stil, maar aan de andere kant gebeurt wel eens wat op de achtergrond. En alleen zou je moeten zeggen van nee, we staan voor belangrijke uitdagingen als het gaat om over Natje. Ja. Tweedelig, kwalificaties, goaltop, et cetera, et cetera. COVID maakt dat de competitie niet start eind van de maand. Het zit even niet mee met niets, gewoon vanwege COVID in het land. Wanneer denk je dat de situatie weer een beetje genormaliseerd zou kunnen worden? Precies voor 2 weekenden hebben we aangekondigd van total lockdown. Ja. Koppigheid van delen van de bevolking, want niet iedereen is, maakt zich schuldig, maar het grote deel is het slachtoffer van een stukje ongezamhorigheid. Maar als het begint bij de top van het land, dan gaat men zeggen van nou, waarom zijn wij niet, maar dat ook achteruit gaat. En om bij voetbal te beginnen. Je moet die competitie starten, dat is jongens eigenlijk een beetje weer kunnen trainen en spelen 1 maand, zoals ze aangeven. We moeten voetballers in ritme blijven behouden. Precies. Vanwege de belangen van Natje. Maar hoe zit het met de andere takken van sport en de andere competities? Natuurlijk. Zeg je dat er op korte termijn een
ja, een verandering moet komen, een uitzondering gemaakt zou moeten worden, vooral voor hen die in competitieverband sporten? Helemaal. Het moet ook. Je zal dat, nu dat met... Dat gebeurt ook in andere landen, toch? Helemaal. Het protocol is al jaar en dag uit. De takken van sport zijn gewoon begonnen. Basket, volleybal, overal in het buitenland. Ja, tref die maatregelen ook eens in namen. Als we moeten basketballen of volleyballen zonder publiek, dan maar. Start die competitie. En waarom gebeurt dat niet in Suriname? Laat me zeggen, als ik daar zat, had ik het wel laten starten. Geloof me, had ik gezegd, jongens, dit zijn de protocollen. We hoeven de wiel niet meer uit te vinden. Maar we hebben altijd alle tijd in Suriname. Oh, Spang. Als we ook komen, relax, hoor je Spang. Dat is een amateuristische gedachtegang. Maar we leven wel niet in een profklimaat. Je zegt het daarnet, een amateuristische gedachtegang. We zijn hier ook. Ja, het gros van de sporters hier zijn amateurs. Vooral als je kijkt naar de voetbalsport, de basketbalsport, toch, Koesje? Maar, wordt het niet alleen maar moeilijker, gezien we amateurs zijn, om weer, zeg maar, op het niveau te komen waar we al waren, dat al niet bepaald hoog was? Klopt. We hebben nooit ervoor willen zorgen om ooit over te stappen na semi-prof al decennia lang. Ja. Dus daar zijn de beleidsmakers die daarvoor jaren bezig waren, hebben nooit daaraan willen denken, want het kan wel. Toch? Nou, dan misschien een semi-prof status. Ja. Maar als wij dat nooit hebben willen doen, ja, dan is dit de situatie. Dan mogen we steen en been klagen. Ja. Daar koop je niets mee. Toch? Al die mannen bij de sportbonden en sportorganisaties, 10, 20, 30, 40 jaar geleden, waar waren zij met hun plannen? Het is leuk, we draaien een competitie, een stukje sponsorgeld, that's it. Af en toe kan een sporter weggaan. Ja. Hoe groot is de doorbraak van een individu die het hoogste kan bereiken? Je kan betaald voetbal spelen, betaald basketbal, betaald volleybal. Maar het gros is veel te klein. We zijn happy in Suriname met alles wat we doen. Maar is de grootste oplossing nu bijvoorbeeld dat de regering gewoon veel hardere maatregelen treft tegen het deel van de bevolking dat, dat zeg maar de regels steeds blijft overtreden met dit soort dingen als gevolg? Dat wat je krijgt is dat de regering ook naar zichzelf zou moeten kijken en kritischer moet omgaan om niet feesten wat de gemeenschap ervaart, dat zij het wel mogen en de rest niet. Ja, begin bij jezelf, geef het goede voorbeeld. Ja. Maar brengen we strengere maatregelen elke keer weer in die lockdown, dan in die total lockdown. Ja, mensen worden gek na een jaar. Weet je wel, in het buitenland ook. Het gebeurt ook in het buitenland. Ja. Nederland heeft ook avondklok. Toch gaan mensen op straat. Maar breng die regelgeving. Maar kom wel tot de orde van nacht bij sport. Want je had al een jaar verder kunnen zijn. Exact. Goed, dan is het zo, Koesje, dat wij vorig jaar als vereniging van sportjournalisten geen VSJS Sports Awards hebben gehad, begrijpelijk ook. Er is nauwelijks gesport in competitieverband. Maar dat dreigt dit jaar ook het geval te gaan worden. Dat is het gevolg van de situatie in het land. Maar ook de atleten die in het buitenland bij ons opereren. Die zijn gefocust op plaatsing van de Olympische Spelen. Die zijn altijd in een andere categorie. Ja, als dat het resultaat moet zijn, dan moet ook in het tweede jaar moet VSJS geen Sport Award gaan organiseren. Als je niets... Als je als sporters niet in actie zijn gekomen, de competities zijn nooit afgedraaid, dan kan je ook de sporters hun prestaties niet beoordelen. Dan moet het ook de geschiedenis ingaan dat we 2 jaren niet hebben gedaan vanwege corona. Bij Savannah Rally hebben we jaren geen rally gehad in de jaren 90, ja. Toch? Vanwege de binnenlandse oorlogen. Ja. Toch? Ja. Het zal in de boeken moeten komen. En hoe groot acht je die kans dat het ook daadwerkelijk niet door zal gaan dit jaar? Ik, we zitten straks, straks in mei. En dan zijn we 5 maanden voorbij. En normaal moet je rekening houden. We hebben 2 maanden, nog 3 maanden school, is de vakantie. Mm-hmm. Wanneer gaan we starten? Vakantievoetbal? Ik denk het niet. Maar zo werkt het niet. Ja. Zo werkt het niet. En dan ga je zeggen, wil je een verkorte competitie? Laten we dat maar hopen. Dan kunnen we op basis van de verkorte competities, misschien besluiten in verenigingverband om sporters wel of niet te gaan nomineren. Goed. Netjes gezegd, Koesje, dan ga ik toch weer even naar de voetbalsport in Suriname. Die ligt natuurlijk ook stil. De competitie die zou aanvankelijk eind april beginnen.
is weer verzet, de stad hiervan. En Kusje, dat kan eigenlijk als de jongens van hier, toch, die hier in de hoofdklasse voetballen, op het hoogste niveau, als zij zich een beetje willen meten, enigszins, met de diaspora jongens, toch, om deel uit te kunnen maken van de nationale selectie, dat kan nooit goed werken. Het zal ook nooit goed werken. Als je niet optimaal kan sporten en trainen, dan kan je zelf niet toetsen waar je staat. Kwalitatief weet je al dat je een grote achterstand hebt. Absoluut. We hebben in twee wedstrijden kunnen zien dat wanneer de Surinaamse jongens invallen, is er geen dreiging, omdat de tegenstanders van ons zwak zijn. Cayman Island en Aruba zijn geen geduchte tegenstanders. Bermuda is een fysiek iets sterker straks 4 juni, dacht ik. Ja. Ga maar zelf na straks op 8 juni wie zal starten in de eerste 11. En welke wisselspelers gebracht zullen worden, toch, als Dien Goreen moet gaan wisselen. Ga je Bississer weghalen, Josephson of Sharon Sherry, wie van de Surinamers kunnen die posities optimaal invullen als jij tegen Canada op dat niveau moet doen. Dus je zou misschien iets meer diaspora spelen moeten hebben. En wanneer je voor staat, kan jij gebruik maken van je amateurvoetballer. Ze hebben nog niet het niveau. Ze zullen het niveau niet zomaar halen als deze situatie doorbetert. Maar dat is de kern de realiteit. Als we realistisch zijn, zal het ook niet gebeuren dat deze jongens, Bissessoir, Josephson en Chaban Sherry, vervangen kunnen worden door jongens van hier. Nee, het kan niet. Daarom moet je San Nacho sterke beurt maken tegen de andere landen met de diaspora spelers. Ja. Je ziet ook hoe de selecties eruit zien wanneer jongens als daar zou moeten invallen of wie dan ook. Je zal het zelf zien als je straks moet uitkomen tegen Canada. Ja. Dan zal het niemand moeten verbazen als Fleiter en Hasselbank niet starten in de basis. Toch, want het gaat niet om van ja, maar ze zijn 2 of die, ik moet ze laten spelen. Het gaat om de Hasselbank knikker. Is ook een van de diaspora jongens, ja, natuurlijk. Dus, maar waarom ik dat aanhaal specifiek. Hasselbank kwam als laatste speler erbij in die laatste wedstrijd voor de plaatsing van de Gold Cup. Ja, klopt. Hij maakte ook die 2-1. Yes. Daarvoor was het de Surinaamse jongens. Nu telt dat niet meer, dat is 1. Mm-hmm. Maar wil je starten tegen Canada? Mm-hmm. Kan Dien Goreen onder geen enkel voorwaarde, Rashid. Ga speculeren. Moet ik rekenen houden met de thuisfront? Want men wil event zo zien. Men wil Fleiter zien. Men wil misschien Hasselbank zien. Nee, het gaat om het resultaat. Het gaat om, ja, dan ga je starten. Moet bij, zoals hij met Josephson gestart is. Sharon Sherry met Bissessoir. Ja. Dan, en als Becker straks terugkomt. En hij is fit. Een man uit de Bundesliga. Absoluut. Zit je niet op de bank. En los van Becker, Koesje. Kijk, we hebben pas over 2 maanden of zo weer wedstrijden. Toch? Of ongeveer 1,5 maand, ja, dan hebben we weer WK-kwalificatiewedstrijden. In die tussentijd kunnen er eventueel weer andere jongens vanuit diaspora aan de selectie toegevoegd worden. Wil dat betekenen dat ook de bijdrage of het aantal spelers vanuit de Surinaamse competitie ook minder wordt? Dat is een logisch gevolg, Rashid. Ja, want deze jongens zijn helemaal niet in beweging, nauwelijks in beweging. Dat zal een logisch geval zijn. Uiteindelijk, wanneer je verder op gaat, zal die keuze gemaakt moeten worden. Wie afvalt en wie blijft? De grote vraag is, hoeveel diaspora spelers wil die nog erbij hebben? Ik denk niet dat hij elke wedstrijd andere wil hebben, want wanneer kom je tot een goed elftal? Ja, natuurlijk. Ik denk dat deze groep, heet met Becker erbij, het wil doen tot en met Canada. Toch, tenzij er blessures zijn, want je moet rekenen houden dat de andere van Almere, hoe heet hij weer, Kooi... Kool... In ieder geval, Koolwijk. Koolwijk, toch? Hij was 35. Ja. Hij is eigenlijk een leider. Hij gaat het met deze groep willen doen. En als we Canada mochten verslaan, wat we allemaal hopen. Ja. Want dat is een mooie battle om te kijken hoe goed zijn onze diaspora spelers ook erbij. Hoe goed is Nacho? Acht je het mogelijk? Ja. Als we de vorm van de dag hebben. Ja. En Dien Goreen. Schat ik in dat het geen emotionele trainer is. Ja. Hij komt heel goed over. Mm-hmm. Dat ook, hij kan het ook brengen naar die spelers. Toch, maar even. Het is strictly business op het veld 8 juni. Natuurlijk. Weet je wel, want je moet beide wedstrijden winnen. En dan als je komt, en dan is het interessante. En dan ga je op basis van uit en thuis gaan spelen. Maar
Suriname heeft altijd de kans tegenkant. Ja. En dan mogen ze wel, die jongen waarvan je zoveel houdt, die van Bayern München, hoe heet hij? Davies, ja. Toch? Laten we zien hoe Davies zich opstelt tegen onze profs. Ja. Alleen speelt Davies heel hoog. Ja, weet absoluut. Wat het inhoudt, wat Champions League te winnen is. Gewonnen. Je hebt gezien tegen Paris laatst. Maar ja, Dankerlui hebben we op rechts. We hebben Jozef Zoon op rechts. Als we die as daar kunnen gebruiken. En als hij nou Sharon Sherry gebruikt of Bizisver of Leerdam. Ja, het grootste gevaar van Davies is eigenlijk de snelheid die deze man heeft. Ja. Toch? Maar als je een goede trainer bent, kan je dat ook eruit halen. Zeker. De vraag is ook waar Davies gaat spelen tegen Suriname. Ja. Speelt hij op links of komt hij op het middenveld? Precies. Dat zijn mooie clashes. En dit is waar we naartoe willen, Rashid. Suriname is nu in de fase met Nacho. En we praten Nacho over één. Het is een mix, toch? En we moeten gaan kijken van jongens, waar staan we elke wedstrijd verder? Mooie challenge. En ik heb altijd gezegd, ook voor Dien Goree geldt dat. Onze bondscoach moet het nooit makkelijk hebben met zijn selectieprocedure. Mm. Hij moet het moeilijk hebben. Ja. Laat hij gaan puzzelen, zijn hoofd breken. En laat hij het beste elftal opzetten. En daarvoor acht ik hem wel in staat. Anders heeft hij problemen mee. Goed. Natuurlijk hebben we alle uitgekeken naar de intrede van de diaspora spelers in de nationale selectie. Het is ook een feit geworden. En ze hebben dus eerst tegen Cayman Islands gespeeld en daarna tegen Aruba. Overwinningen van 3-0 en respectievelijk 6-0, Koesje. Wat is, ja, wat zegt de diaspora-invloed jou tot zover? Eerlijk gezegd, zonder de diaspora-spelers winnen we ook van deze jongens. Dat is ook bewezen. Suriname nog nooit verloren van Cayman Island in de geschiedenis. Ja. Dus onze vroegere, eerdere natje zonder de profvoetbal won ook altijd. Aruba win je 8 van de 10 keer. Aruba ja. Stelt eigenlijk weinig voor. Dat de score weinig gebleven is, dat kan. Mm. Feit is wel, Dien Goree moet met Nacho Bermuda winnen. En Canada, dan heeft de score van Canada met 11 en 13-0 dat indruk maakt. Ja, als wij ook eigenlijk de kansen hadden gescoord tegen Aruba. Dan hadden we ook wel 12 goals gemaakt. Goed, dat gaat uiteindelijk maar om 3 punten. En je moet voorkomen ja. Dat je op gelijke hoogte komt waarbij wanneer het regiment van doelsaldo een rol gaat spelen. Daarvoor moet die gewoon beide partijen winnen. Dan kan je zeggen van, jij wint wel Canada won met 13-0 of 12-0 van Aruba. Ja, maar ik heb jou 1-0 kunnen winnen. Dat is goed genoeg voor die andere 3 punten. Dus het zou wel erg te betreuren zijn als het op basis van doelsaldo dus zou zijn dat Suriname niet verder zou gaan. Dan heeft het gelegen aan onze eigen afronding. En dan hebben de pros van ons het ook niet willen afmaken. Toch, want je hebt de kansen gehad. Het ligt niet aan de bondscoach die daar zit. En maar omdat je nu al weet dat je dat niet hebt gedaan, moet je gewoon zorgen dat je alle 4 wedstrijden wint. Dan vermijd je elke discussie, toch? Want je kan met 100-0 winnen. Maar ik win je met 1-0 en je ligt eruit. Ja. Koesje, het WK is al volgend jaar in Qatar. WK 2022. Het zal voor de eerste keer zijn, als ik het goed heb, dat het in de wintermaanden gehouden wordt. Toch? Het is veel te warm in Qatar, hè? Rond die periode. Juist. Van de zomer, zoals we het vaak zeggen, is het niet uit, want het is 40 en 50 graden. Je gaat dood. Daarom is het in de winter. Ja. Waarbij eigenlijk het hele speelschema van Europa met voetbal en Zuid-Amerika in de war gekomen is. Ja, ja. De voetballers beginnen nauwelijks aan de competitie en moeten een maand weg. Toch omdat meneer Blatter het nodig vond met Platini om die frauduleuze deal te sluiten. Ja. Toch ook nog steunpenningen gegeven om Qatar, om het Midden-Oosten toe te wijzen. Geloof me, het is de eerste en de laatste keer dat het ooit naar zo'n land gaat. Want daar hoort de WK voetbal niet thuis. Ja, oké. Goed. In ieder geval, als je een beetje bent gaan checken op het net, dan weet je ook een beetje hoe het voor Suriname eruit ziet. Willen zij het WK halen? De kans. Je kan niet zeggen dat het er helemaal niet aanwezig is, maar het is wel een hele lange weg. Wint Suriname deze eerste ronde? Deze eerste kwalificatie van de Haardpool, dan gaan zij natuurlijk naar de tweede ronde, de tweede kwalificatieronde. En daar komen zij als poolwinnaar van pool B uit tegen de poolwinnaar van pool E. En dat kan hoogstwaarschijnlijk worden, Koesje, Haiti. Haiti, we kennen de kracht van Haiti.
Als het Haiti wordt, dan wordt het een uit- en thuiswedstrijd, toch? En ja, je hebt natuurlijk ook nog 2-4 andere poolwinnaars die tegen elkaar uitkomen. En uiteindelijk gaan er 3 winnaars over naar de uiteindelijke pool van 8, waar de top 5 al geplaatst is. Landen als VS, landen als Costa Rica, landen als Jamaica, Honduras, toch? Dat Mexico. Zijn Mexico natuurlijk. Het is een hele taaie pool. Alleen voor het feit dat die 5 landen die je genoemd hebt, al in de finale ronde zitten, geeft aan wat het niveau van ze is en de kracht. Waarvan er maar 3 overgaan naar het WK, automatisch. En de 4e die speelt een intercontinentale playoff. Dus die 5 vechten voor 3 plaatsen, maar eindelijk voor 4. Ja. Toch, als we in die intercontinentale fase de playoff kunnen winnen. Juist. De anderen die zich moeten plaatsen, zijn nog niet goed genoeg om daar te komen. Toch? Ooit is het Trinidad gelukt in 1996. Het is Jamaica in 1998 of in 2006. Panama is gekomen in 2018. Ja. Toch? 3 jaar geleden. Speelt nog een kwalificatie. Dat zijn de grote boys. En als je kijkt naar die spelers die spelen in La Liga, in Premier League, in Serie A. Mm-hmm. Dat zijn de grote spelers. Dat speelt bij Barcelona. Is 18 jaar. Ja. Wordt 19, is in Amerika. Dus wij gaan spelers ontmoeten als wij de finale ronde mogen Absoluut. Halen. Toch? Absoluut. En dan is Dankerluider en Des is er wie dan ook. En Davies. Dan ga je zien dat je profs hebt op niveaus. Maar een profvoetballer in de Eredivisie. Toch? Verschilt een beetje, met een profvoetballer op het niveau van een Barcelona speler. Ja. Of een Real Madrid, of een Juventus, of een Napoli. Daar komen kwaliteiten kijken. En nou, wanneer je daar komt, maar als je, we moeten nog niet zo ver denken. Ja. Dat ik heb vaker gezegd, Qatar is voor mij uitgesloten. Mm-hmm. Heb ik altijd gezegd. Realistisch ben ik. En 2026 vind ik reëler om 1 reden. Dan hebben Canada, USA en Mexico zijn daar al geplaatst. Yes. Dan vind ik de aanloop voor Natje groter. Toch? Maar elke ronde als je verder komt, mag je hoop hebben. Ja. Alleen ben ik heel realistisch. Mm. En kritisch genoeg dat in die eindronde, toch, met wat we ook zullen hebben, de niveaus zijn verschillen, zijn hoog. Het mooie ervan ga je zien in de Gold Cup straks. Ja. Na Canada hebben we de Gold Cup, waar Suriname uitkomt tegen Costa Rica en Jamaica alvast. En als nummer 3 de winnaar van Guatemala tegen Guyana. Dat vind ik een mooie testcase van Nacho, om te weten waar zitten we. Want exact. Dat heeft Dean ook nodig, en ik denk dat Dean ook er naar uitkijkt, om te weten, wat heb ik nodig om van deze jongens te verslaan? Waar sta ik met deze generatie van Nacho? En hij heeft natuurlijk denk ik 2-3 slagen om de arm. Mm-hmm. En het zou raar zijn als Goré doorkomt met Nacho, hij geen gebruik gaat maken van andere spelers die hoger spelen. Ja. En die het Nederlands elftal niet gehaald hebben, Boetius, noem maar op, Riedewald, je mag ze bij naam noemen. Yes. Gaat hij daarvan willen gebruik maken, want Nacho leeft. Absoluut. En als we doorgaan, blijft het doorleven. Maar ik ben wel realistisch voor Qatar. Dus ik wil voorlopig niet aan Qatar denken. Mm. Laten we eerst van Bermuda winnen en van Canada. Goed gezegd. Goed, natuurlijk heel veel werk nog voor Dean Goré en zijn technische staf. Een andere kwestie dat speelt in verband met, nationale, met de Natje van Suriname, dat is in verband met een bericht dat een blad van Turkije heeft uitgebracht over Galatasaray. En ook de naam van Ryan Donk zou daar genoemd worden. En Ryan Donk die zou eigenlijk zeg maar op de vingers getikt worden op een of andere manier dat Ryan Donk zich minder zou moeten bezighouden met seksfeestjes, Koesje. Toen het nieuws binnenkwam, keken we allemaal natuurlijk heel geschrokken op. Maar uiteindelijk bleek er niks van waar te zijn. Dat was serie op TV Sex in the City. Ja. In Amerika. Dus ik denk, is het in Turkije? Opvallend is ook dat het ook nog gebeurt in de Ramadan, waarbij Turkije een heilig land is. Ja. En nu zie je ook, hij heeft daarna, dat het bericht verschenen is, hebben de Nederlandse kranten het ook overgenomen, we hebben het ook geplaatst. Van wat is en hij heeft getweet, toch? We hebben de tweet ook gelijk geplaatst. Wat krijg je nu dat Galatasaray besloten heeft om een proces aan te spannen tegen het blad om zaken te ontzenuwen?
1-1. Hij is contractspeler bij Galatasaray. En kom bij kijken, hij is de captain van Nacho in Suriname. Ja. En 1, als dat op waarheid zou berusten, dan kan dat je kop kosten. Klopt. Zeker. Want je moet, maar je moet eerst het tegendeel kunnen bewijzen. Ja, je moet feiten hebben en op tafel kunnen leggen. Soms zegt men, waar er rook is, is er vuur, maar je moet kunnen bewijzen. Ik hoop alleen maar dat dit een pertinente onwaarheid is. Ja. En dat Ryan Donk zijn goede naam eer aangetast is en te grabben gooit is, ter discussie wordt gesteld. Want maar er vinden escapades plaats in die profwereld. Natuurlijk. Laten we elkaar bij NBA, ja, bij voetbal, noem maar op, het vindt plaats. Ja. En met social media heet dagen moet je oppassen dat mensen niet achter je telefoon gaan. Of dat de snaps, hoe heet die Snapchats of wat? Of op, er zijn, gebeurt alles. Ja. En dan gaat die geruchtenmachine een rol gaan spelen. En je gaat zien als Ryan Donk straks terugkomt. Je ziet het glamour boy, good looking, captain van Nacho. Ja. Toch het vrouwelijk geslacht. Deel is weg van de speler. Vroeger was het weg van al die Thai-boxers. Ja. Ik hoop alleen maar niet dat het waar is. En als ze met een officieel bericht komen, dan zou dat natuurlijk heel goed zijn. Mm. Want zelfs de president van Galatasaray, ja, is dan besproken. Mm-hmm. Toch? En ja, dat zijn de sterke jongens. Dat is een kwalijke zaak. En nou, een speler van Galatasaray in eerste instantie. Maar het is wel de captain van Suriname. Oké, al met al, Koesje, we hopen natuurlijk dat het niet waar is. Dat het een leugen is. Maar mocht het in de worst case toch waar zijn, zeg je dan ook gelijk van, hey, Dean Gray moet Ryan bedanken als captain? Laat me zeggen, ik ga ervan uit dat het fake news is. Ja. We moeten alleen het proces afwachten. Maar hetgeen wat je vraagt, stel je voor, en dat is geen gekke vraag, het is een doodserieuze vraag, ja, die je stelt. En als dat het geval zou moeten zijn, zou ik de eerste zijn die in dit programma zou zeggen, helaas zal je je aanvoedersman moeten inleveren. Dat kunnen wij zeggen vanuit onze positie. Dat wil niet zeggen dat hij het doet. Dat wil ook niet zeggen dat de bondscoach dat zou moeten accepteren. Yeah. Maar de bondscoach die dat niet accepteert, komt onder gigantische druk. Weet je wel, dat zullen consequenties verbonden aan worden. Mm. Maar laten we niet vooruitlopen. Laten we ervan uitgaan dat het niet waar is. Ja. En Ryan speelt, woont en voetbalt in een islamitisch land waar de Ramadan eigenlijk aan de gang is. En ik hoop alleen maar dat degene die dat gedaan heeft, wat de reden is van het blad, ja, om de president van de club en ook Ryan Donk zo naar buiten te, heel negatief te beschilderen. Ik vraag me af wat die aanval heeft betekend. En te bedenken dat Nacho met Ryan ook in de lift is nu. Captain Nacho wordt besproken in de wereld nu. Toch, we winnen. Maar we winnen wel van de Cayman Island en Aruba. Dat zegt mij niets. Bermuda gaan we ook moeten winnen. Maar Bermuda vind ik fysiek een beetje sterker. De clashes tegen Canada. Maar goed, dat is niet erg. Laten we wel hopen dat het niet waar is. Want als het blijkt dat het enigszins waar mensen komen straks met andere informatie, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een ander verhaal, zeker. Ja, dat zeker. Goed, dan gaan we even naar een ander tak van sport. De naam Anthony Nesty zal misschien wel nooit vergeten worden in Florida, in de state of Florida. Want hij is natuurlijk ook, sinds enige tijd is hij de hoofdcoach daar zo van de University of Florida. En wat nu blijkt is dat Anthony Nesty ook de hoofdcoach is geworden over de dames, Koesje. Zeg ik het goed? Je zegt het heel goed. Hij is al een tijdje de head coach of UF. Het staat voor inderdaad University of Florida. Ja. Hij heeft al 8 keer op rij de Southeastern Championship gewonnen in Florida. Waar laatst nog back-to-back weer coach of the year geworden. En zijn prestaties zijn van dien aard dat nou ook de vrouwelijke tak van de zwemmers, ja, de, en men noemt dat, ze zijn de gators, ja, met krokodillen, de,
bekend staan in de staat Florida. Zeker weten. En nu is hij ook head coach geworden daar. Dus die vrouwelijke dames zullen kennis maken met de Surinaamse turbo. Mm-hmm. Want Anthony is made in Suriname. Weet je wel, niet made in China of Germany. Weet je wel. En dat is alleen maar nog meer wederom de grote erkenning aan onze beste atleet ooit in de geschiedenis van Suriname. Heel mooi gezegd. We gaan er heel even uit en we zijn zo bij u terug. The all-new Isuzu D-Max is on its way. It's now smarter, stronger and safer. It's a winner. Pre-order.